Ja, deed tussen ja, maar dat heeft meneer Wilders al eerder geantwoord. Nee, ik ontneem u allebei voor. Nee. Ja, maar dat doet meerder hier, hè. Na verhitte debatten tussen politici van verschillende politieke partijen, spannende peilingen en uiteindelijk een verkiezingsuitslag worden de Kamerleden in de Tweede Kamer beëdigd. Maar hoe wordt het land vervolgens geregeerd? Nou, als we eruit gekomen waren. Nee, we zijn nergens uitgekomen. Dan was u waarschijnlijk hier niet geweest. We hebben compromissen gesloten, zeker. Maar we gaan met opgeheven hoofden dat nieuwe kabinet in. Omdat we weten dat we daar veel kunnen bereiken. Dames en heren, de partijen die hier staan zijn heel verschillend. Wij zijn ook geen fusiebesprekingen begonnen tussen Partij van de Arbeid en VVD. Dat zou ook nooit lukken, want deze twee partijen denken heel verschillend over heel veel zaken in Nederland. Goedenavond, het nieuws van maandag 22 augustus. Na 111 formatiedagen daalt een paars kabinet van Partij van de Arbeid, VVD en D66 de trappen af van het paleis. Nadat Nederland heeft gestemd voor de Tweede Kamerverkiezingen, wordt de verkiezingsuitslag bekend. De stemmen worden vertaald in 150 zetels in de Tweede Kamer. De grootste partijen moeten samenwerken voor een meerderheid voor een nieuwe coalitie. Maar sommige partijen sluiten elkaar uit. Zoals de PVV, die vaak wordt uitgesloten. Dan moet er worden gezocht naar andere politieke partijen. Daarvoor is een verkenner verantwoordelijk. Een verkenner onderzoekt welke coalities mogelijk zijn. Een coalitie is een samenwerking van partijen die in gesprek gaan voor het vormen van een nieuw kabinet. De verkenners komen uiteindelijk met een verslag en die geven ze aan de Tweede Kamer. Dan is de informateur aan de beurt. Die is gekozen door de Tweede Kamer. De informateur gaat proberen een coalitie te vormen, partijen bij elkaar te trekken in plaats van te verkennen. Mochten deze gesprekken met sommige politieke partijen niet lukken, dan stopt de informateur met zijn werk en komt er weer een nieuwe informateur. Totdat het formatieproces is gelukt. Een formatieproces kan misgaan omdat partijen allemaal andere politieke belangen hebben. ChristenUnie wil bijvoorbeeld vluchtelingen opvangen, gezinshereniging, terwijl de VVD de asielinstroom juist wil beperken. Hierover gaan partijen in een formatieproces onderhandelen. Mocht de informateur slagen, dan gaat het onderhandelingsproces tussen partijen verder en is er een nieuwe coalitie mogelijk. In 2021 waren dit VVD, D66, CDA en de ChristenUnie. Daarbij is het belangrijk dat de politieke partijen een meerderheid hebben in de Tweede Kamer. Samen met de informateur werken de partijen aan een regeerakkoord op hoofdlijnen. In het regeerakkoord staat het toekomstig beleid voor Nederland voor de komende 4 jaar, gevormd door de coalitiepartijen. Het regeerakkoord staat, maar de ministersposten moeten nog worden verdeeld. Dit is de taak van de formateur. Elke politieke partij die in een coalitie zit, levert staatssecretarissen en ministers. De hoeveelheid staatssecretarissen en ministers hangt af van de hoeveelheid zetels in de Tweede Kamer. ...1973. Joop ten Uyl presenteerde zijn kabinet aan de koningin en de buitenwereld. Voor de dan 54-jarige Den Uyl een hoogtepunt in zijn politieke loopbaan. 10 jaar na Drees kreeg Nederland weer een sociaaldemocraat als premier. De coalitie begint een echt kabinet te worden. De ministers en staatssecretarissen zijn namelijk geleverd voor de nieuw kabinet. Het enige rest het nieuwe kabinet nog een traditionele foto op het bordes en de kabinetsbeëdiging door de koning. Zo waarlijk helpen mij God Almachtig. De ministers en staatssecretarissen gaan aan het werk en voeren het beleid van het regeerakkoord uit. Totdat op 7 juli van dit jaar dit gebeurde.
Het kabinet van premier Rutte. Het is het kabinet niet gelukt vandaag om het eens te worden over maatregelen om de asielinstroom te beperken. En dat betekende dus het einde van kabinet Rutte 4. Dat heeft u vast in de loop van de avond meegekregen. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Dat we echt met de vier partijen alle tijd hebben genomen, alle ideeën uitgewerkt om te kijken of we de verschillen konden overbruggen. En dat is helaas niet gelukt. Verwijt u Rutte iets? We zijn er gewoon met elkaar niet uitgekomen. Maar er wordt ook al helemaal gezegd dat hij er heel stevig in ging. Ja, dat is ook zo. Rest ons nog één ding. Terug naar het begin. Ik weet het niet.